denk dat we nu Ludwig aan de telefoon hebben. Ludwig, goeienacht. Goeienacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit Suriname en ik ben u graag van dienst met mijn commentaar op de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. Odi, odi. Het is vandaag de overgang van zondag 15 mei naar maandag 16 mei 2022. En we bevinden ons in de 20ste week. De 20ste week. Ja, het komt erop neer. De nieuwsberichten zijn niet talrijk, omdat we ons in het weekend bevinden. Daar gebeurt niet zoveel. En in Suriname volgt iedereen met spanning de weergoden, want het regent pijpen stelen. Maar een groot verschil met vroeger is dat die buien lokaal of plaatselijk zijn. Hè? Dus dat je kan het in de stad droog hebben, maar dan regent het in het binnenland. En andersom, in het binnenland kan het zonnetje schijnen en dan regent het in Paramaribo. Maar in ieder geval, de grote regentijd is begonnen. En iedereen volgt met argusogen, vol spanning, de toegenomen neerslag. Want in het vorige seizoen, de kleine droge tijd, was het al een rampzalige situatie in Suriname. Met wateroverlast. Dus er is ook niet veel gedaan, dat weet de gemiddelde Surinamer. We hebben een rampenbestrijdingsteam, hele mooie naam. Maar er wordt niet aangegeven hoe men de rampen heeft bestreden en wat men bij deze ramp, deze watersnoodramp, gaat doen. Wat is het oplossingsmodel voor die rampzalige situatie van de wateroverlast in het middengebied van Zuid-Suriname. Maar in ieder geval, er wordt vergaderd, kroetoe na kroetoe, en iedereen oriënteert zich. Zo, men oriënteert zich, maar er is nog steeds sprake van een grote rampsituatie. En ik roep de Surinamers op om zeer alert te zijn, hè, van hoe die situatie zich gaat ontwikkelen. Want hoewel er afsprake is van een ramp, is de vraag natuurlijk, heeft men in Suriname die rampsituatie onder controle? En daarover zijn verschillende berichten, dus ik ga me niet wagen aan een voorspelling. Maar ik zie dat het nog niet afgelopen is. Het blijft regenen en betekent dat we toch de hoofden bij elkaar moeten steken om de noodlijdende bevolking van Suriname te helpen. Ja, want die bevolking begint het ook te merken. Je hoort kritische geluiden dat men niets heeft aangebabbeld nu, maar dat men problemen moet oplossen. Mensen die hun spullen zijn kwijtgeraakt, willen weten of ze hun spullen vergoed krijgen. Mensen die voor de zoveelste keer overstroomd zijn, die vragen zich af of bij elke overstroming de overheid hun tegemoet zal komen met de kosten die er ontstaan. Enzovoort, enzovoort. Dus het is een doorlopend debat. Een doorlopend vraagstuk. En ze zijn er nog niet uit in Suriname. Ja, dan een merkwaardig bericht. Dat onze minister van Volksgezondheid, meneer Rabadin, die heeft een lijstje gemaakt van verworvenheden. En je kan zien dat die ministers niks te doen hebben. Hè? Die man is op van het gezanik van de oppositie af te zijn, is hij gaan zitten tellen wat hij allemaal heeft gedaan en wat de verworvenheden zijn in Suriname op het gebied van volksgezondheid, waarvoor hij heeft gezorgd. En natuurlijk is dit een onmogelijke exercitie, want hoe ga je een verworvenheid berekenen? Maar die terminologie is totaal verouderd en overgenomen uit voorgaande revolutionaire fases waarbij men sprak over de verworvenheden van de revolutie. Het is echt een hele ouderwetse term, omdat ontwikkeling cumulatief is. Dus ik doe vandaag iets, u doet morgen een aanvullend ander iets, maar samen hebben wij het gedaan. Dan kan je niet zeggen dat het de verworvenheid is van één van die actoren.
gewoon verkeerde benadering van beweging, van dat er dingen gebeuren. Maar goed, meneer de minister, die vindt dat er verworvenheden zijn bij het kabinet van de heer Santokki. We hebben dus dingen bereikt in Suriname en daar geeft hij een opsomming van. En laat me u niet gaan vervelen met die opsomming, want je kunt alles een verworvenheid noemen, hè. Heb je vandaag lekker brood gegeten, brood met pindakaas en bakoven? Ja, dan kan je zeggen, het is een verworvenheid van Suriname dat je over pindakaas kan beschikken en over bakoven. En wat heeft het lekker gesmaakt. En we schrijven het bij de lijst van verworvenheden. Ja, we doen niet mee aan dit soort populistische verzamelingen van lijstjes. Ja, het is nu een verworvenheid die wordt geteld. En morgen is het een lijstje van wie in de gevangenis moet. Ja, telkens is men bezig lijstjes te maken. Of men geeft elkaar rapportcijfer. Ze geven elkaar onvoldoendes of voldoendes voor wat ze tijdens hun regeerperiode hebben gepresteerd. Of hebben nagelaten. Maar goed, we doen er niet aan mee, zeg ik. Dus dan laten we dan ook de daad bij het woord voegen. En overgaat tot ander nieuws. Gelukkig. Ja, nee, voordat ik in die interne situatie van Suriname ga duiken, wil ik erop wijzen ook dat die regering ook met haar regeringspropaganda voor lof bekend maakt dat ze het doel hebben bereikt. IMF is tevreden. Een delegatie van IMF is hier van 9 tot 13 mei aanwezig geweest. Om het een en ander bij financiën door te lichten. En die zijn tot de conclusie gekomen dat het IMF best tevreden is over de vorderingen in Suriname. En men laat die bevolking gewoon in het ongewisse welke vorderingen, waarover is men tevreden, dat gaat ons niet aan. Dus hou je mond, zou men zeggen in Suriname, ivrijpostig voor Sabi. Dus we houden het ook hierbij een loftompet over een onderwerp dat we niet mogen weten. Dat is Suriname. Oké, dus ik spreek het na. Ludwig, je bent een beetje laag met je stem. Ja, het gaat lager. Oké, nou, ik hoop dat ik... ik heb een beetje een schorre stem. Ik ben vandaag weer naar het binnenland ben geweest. Het bos. En daar ga ik ook straks een beetje verslag van doen. Maar het komt erop neer. Ik bedoel, ja... Ja, mijn stem was lager aan het worden, hè? Als je lager bent, dan kunnen we je niet goed verstaan. Oké, dus ik zet hem toonhoogte hoger. Ja, ja. De toonhoogte. Dus ik ben in het weekend uitgenodigd door een paar Javaanse vrienden van mij. Die hebben mij gebracht bij een bijeenkomst in... Nieuw Amsterdam, dat is voor de mensen die het niet weten, tegenover Paramaribo naar de noordzijde, ja, is het stadje Nieuw Amsterdam. Ja, een koloniaal stadje vanuit de slaventijd nog steeds. Een leuk woongebied. En daar wonen in het dorpsgedeelte voornamelijk Javanen. En die hadden een bijeenkomst. Die was opgezet door een Javaanse organisatie in Rotterdam. En vergeeft u mij, ik ben die vrouw de naam kwijt, maar een zeer actieve dame, die heeft dus Javanen gemobiliseerd om die bij elkaar te brengen in Nieuw-Amsterdam. En ik moet u zeggen, die opkomst was zeer tevreden. Ik was zeer tevreden over die opkomst. Dus een honderdtal mensen die kwamen in een zaal bij elkaar praten over culturele aangelegenheden. Dus de Javanen kwamen bij elkaar in Suriname om een balans op te maken dat het cultureel niet goed gaat met hun groep. En die vrouw die, ik ga even voor de vuist weg haar inleiding een beetje samenvatten. Zij had het erover dat in die nieuwe generaties is gebleken dat die Javanen wereldwijd, dus niet alleen in Suriname, maar ook de Javaanse gemeenschap in Nederland en elders, dat die bij het opvoeden van de kinderen
weinig overdragen van de authentieke Javaanse cultuur. Ze geeft voorbeelden dat die kinderen, dus we hebben het over de laatste generaties, zelfs niet in staat zijn Javaans te spreken, het Bahasa Indonesië. Beheerst men niet. Ja, en men doet nog minder aan Javaanse gebruiken. En met uitzondering van een paar ouderen die wel uit nostalgie terugblikken naar hun land van herkomst en zich met bepaalde culturele tradities bezighouden. Maar die jeugd, de jongeren, die weten er nagenoeg niks van. En dat werd beaamd door de aanwezigen. En die mevrouw, die is uit Rotterdam gekomen, een Javaanse, Surinaamse, om de aandacht te vestigen hierop, op dit fenomeen van cultuurverlies. Als je niet actief met je cultuur bezig bent, dan ga je dat verliezen. Je gaat niet meer weten hoe de vork aan de steel zit. Nou, dat was kort samengevat haar lezing en de inhoud van het gehele samen zijn, waar ik zeer verrast van was. Ik was de enige niet-Javaan in het gezelschap, weet je. En dan voel je toch wel wat in het land Suriname. Zie je dat dus verschillende culturen kunnen gedijen. En deze Javaanse gemeenschap die kon dan probleemloos haar vergadering houden door te wijzen op een tekort aan culturele bagage bij de nieuwe generaties Javanen. Omdat ze allemaal een beetje meegaan in het goedkopere populisme. En dat is door de politiek ingebracht. En bijvoorbeeld nu speelt in dat kader een probleem dat meneer Somaarjo persisteert, hij houdt vol, om aan de Javanen ook een vrije dag te schenken. En het nieuws van vandaag zou moeten luiden dat men van zijde van de regering heeft goedgekeurd dat ook de Javanen een nationale vrije werkdag krijgen. Ja, en zoiets moet je natuurlijk niet zeggen in de omgeving van Mustadja, Su Mustadja, Mimati, die jarenlang op het arbeidsfront de arbeidssituatie van Surinamers in de gaten houdt. En die vindt wel dat er moeite wordt gedaan werkgelegenheid te scheppen. Maar ja, er is kritiek over en weer. Zo luidde kritiek binnen de Javaanse groep op de heer Mustadja, dat hij in feite niet veel heeft neergezet. Ja, dat wordt van verschillende kanten beaamd. Ja, hoewel hij daartoe, vooral in de periode toen hij lid was van de PL, de gelegenheid heeft gekregen van de leiders om in Mariënburg vooral cultureel bezig te zijn. Maar het kwam niet zoveel uit de bus. En het komt erop neer dat de Javaanse cultuurgroep, dat heb ik opgestoken van die bijeenkomst, waarvan ik een paar beelden al via internet heb rondgestuurd, dat die Javaanse groep in Suriname is wel tevreden over wat ze bereikt hebben tot nog toe op cultureel gebied. Dat iedereen in Suriname de Javaanse cultuur kent. En dat men op het gebied van theater ook is doorgedrongen. Je hebt een aantal theatergroepen. Sommige mensen zeggen dat het entertainmentgroepen zijn die een avond vol je kunnen laten lachen en met jou bezig kunnen zijn. Dat daarin doen de Javanen aardig een woordje mee. En zij is met trots daarop. Hè. Er is een toneelgezelschap met name van vrouwen die de vrouw en de man in hun relatie op de hak nemen. Ja, dus er wordt hartelijk om gelachen. En ik moet u zeggen, ik reed vandaag langs Thalia. Toen ik uit het bos kwam, reed ik langs Thalia. En voor de mensen die het niet weten, Thalia bevindt zich in de Dr. Nassilaan. Ja, naast die oude Joodse begraafplaats, een hele oude Joodse begraafplaats, die klemt Thalia in nu. En ik moet zeggen, ik ben geschrokken. Voor de deur stonden wel meer dan 200 Javaanse mensen, veelal jongeren, die stonden rustig op hun beurt te wachten voor de deur om naar binnen te komen. Want zou er een cabaretvoorstelling zijn van een populair Javaans
cabaretduo die allerlei grapjes maken en een avondvullend programma kunnen brengen. Dus je ziet dat er wel in die Surinaamse bevolking, en dat is dan per cultuurgroep verschillend, dat er wel moeite wordt gedaan om cultureel bezig te zijn. Maar het begint bij humor en satire en hilariteit, et cetera. Maar in feite is het samen genieten op culturele wijze van wat mensen kunnen voortbrengen. Dus nogmaals, ik was verwonderd en ik dacht van nou, er is toch op grond van eigen initiatief is er veel culturele activiteit in Suriname, heel veel culturele activiteit. En je hebt ook onder de Criolen heb je meneer Huizen, geloof ik, en Braam, die de zaak goed bezighouden. Dus op het gebied van cabaretvoorstellingen, je kunt het eigenlijk meer onder entertainment scharen dan onder theater. Maar er is beweging, men doet wat. En daar ben ik heel trots op. Oké, dat is wat betreft de Javaanse cultuurgroep uit Rotterdam, die in Suriname een geslaagde culturele manifestatie heeft opgezet op de locatie te Nieuw Amsterdam. Ja, en ik moet u zeggen, toen ik naar huis ging, reed ik langs de oever van de Kommerwijnen en Nieuw Amsterdam. Dan heb je dus een soort Javaanse desa met hele nette, keurige huizen. Heel eenvoudige opzet. Maar het zag er proper uit en heel mooi. En ik dacht, oh, wat is Suriname toch mooi. En want die plekken heb je wel. Plekken waar er geen zwerfvuil op de grond ligt. Waar je niet in allerlei smurrie omkomt in goten en grachten. Waarbij men in feite alle rotzooi erin deponeert en niet opruimt. Nieuw Amsterdam ziet er zeer opgeruimd uit. En ik ben er vaker geweest en ik weet het. De Javaanse gemeenschap zorgt daarvoor. En men is zeer alert dat deze of gene niet die omgeving kan vervuilen. Nogmaals, een hele schone plek. Nieuw Amsterdam, als u in Suriname bent, is het beslist de moeite waard om een kijkje te nemen bij Nieuw Amsterdam. En wat me ook vooral opviel is dat er van die huurwoningen gebouwd zijn aan de oever van de Kommerwijnen. En dan kun je gewoon een stukje grond huren. Of je kan aan die grond makkelijk komen. En dat geldt voor iedereen hoor. Waarbij dus je een mooi overzicht hebt op die Kommerwijnen. En dat ding draait goed. Dus je ziet aan de ene kant dat wij wel degelijk ertoe in staat zijn als er genoeg samenhorigheid is en als men samen helpt het algemeen belang te koesteren, dan komen we heel eind in Suriname. Dus ik was heel blij met mijn kennis die ik heb opgedaan op Mariënburg en vooral in de Dessa, in het dorp achter Nieuw Amsterdam, daar waar de Javanen geconcentreerd wonen, is het prettig vertoeven. Een heel mooie plek. Dan is er oud nieuws eigenlijk, maar ik dacht, ik ga het ook naar voren brengen. Er wordt de laatste tijd veel nieuws gemaakt van oudere mensen die in feite om het leven komen. En ik heb de vorige keer behandeld door een slangenbeet, dat een meneer was op zijn kostgrondje aan het werken en werd aangevallen door een slang. En de man kwam te overlijden, dus de man is er niet meer. Dus dat zijn gewoon feiten. En dan hoor ik dat een 82-jarige heeft geprobeerd zangvogels te smokkelen. Dus dan heb je weer een activiteit van een oudere man, in ieder geval die dacht een sekscentje bij te kunnen verdienen. En die is betrapt met zangvogels. Zangvogels zijn beschermde vogels, die mag je niet exporteren. En hij had een hele partij voor FL. En meestal, wanneer die stropers bezig zijn, dan letten ze niet op de lichamelijke conditie van die beesten. Die kunnen soms heel veel pijn lijden en zo. Maar
Maar goed, deze meneer die had die vogels gevangen in een paar grote kleppen. De Surinaamse jongens die van een jager houden, die weten dat een klep, noemen ze het in Suriname, is een soort een klein kooitje wat je namaakt, waar je op een bepaalde manier een aas in verwerkt. Dat zij rijst aan de ene kant, daar houden vogels van. Dan kan je een vogel gaan vangen. En de vogelvangers weten het. En dus de man had een klep vol met zangvogels. En die had die vogels in zijn bagage verstopt, maar werd betrapt. En zo heb je in Suriname regelmatig vangsten. Dat men dus die bevolking vangt. Dat, of op heter dat betrapt, dat men bezig is het bos te slopen. Er zijn duistere figuren in het buitenland die hoge bedragen bieden voor zo'n wild vogeltje. En als je die vogels ziet, ze zijn zo klein dat je ze bijna vergeet. Maar ze hebben een enorme waarde, vooral een twatwa. Die wordt verhandeld boven de 1000 euro. En met een heleboel plussen en minnen over zijn habitat, over zijn kooi en onder welke conditie hij verder zal worden opgevoed. Dus in ieder geval, in Suriname is er nog een levendige smokkel van zangvogels. Dat wil ik zeggen, en jong en oud doen er aan mee. En in de laatste gevallen zijn er een paar ouderen die zijn gesnapt en het illegaal bezig zijn met beschermde diersoorten. Ik heb in vorige programma's al behandeld de rode ibis. Ja, die is doodgeschoten door Surinaamse juristen die zogenaamd aan het jagen waren. En dan sneuvelde er een rode ibis. Maar in ieder geval, ik ben er niet gerust op, of geruster op moet ik zeggen, dat ik, wanneer ik die berichten lees, en niet lang geleden was er zo'n bericht weer, dat een man betrapt is met 40.000 krapé-eieren. Dus en dan, wanneer men burgers met zulke hoeveelheden contrabanden betrapt, dan is dat niet meer een ongeorganiseerde persoonlijke of particuliere situatie. Dat is het gewoon georganiseerde misdaad. Want 40.000 eieren vervoer je niet zomaar hoor. Dat is nou om ze te gaan tellen. Dus er wordt in georganiseerd verband gewerkt. En dat is een slechte zaak, want overal in de wereld probeert men op grond van de verworven kennis de natuur te beschermen. En we proberen onszelf ook te beschermen. En dan lopen er gewoon zulke figuren rond in ons volk die zich storen aan God nog gebod. En ondanks het feit dat er regels gemaakt zijn en met goede letters iets staat geschreven op een bord van pas op, kom niet aan onze poes of iets dergelijks. En dan zie je dat de diefstal begint met aan die poes te komen. Dus het komt er meer, men stoort zich er niet aan. Dat is de situatie vandaag de dag met betrekking tot het milieu. Het milieu in Suriname. En verder, is een die. Ik vergat te zeggen dat bij die Javaanse culturele activiteiten er ook gewag werd gemaakt van het feit dat Brontosse Mohardjo in navolging van zijn vader het gedaan heeft weer te krijgen met steun van Brunswijk, dat de Surinaamse regering meewerkt en ook de Javanen een nationale vrije dag hebben gekregen nu. Mogen ze vrij nemen van overheidswegen voor hun nationale feestdag. Dat vind ik. Ik vind het bijna zelfs triest nieuws. Omdat ik in eerdere uitzendingen erop heb gewezen dat wij niet milieuvriendelijk zijn aan de ene kant. Ik had het zo net ook erover. Er sterven heel veel dieren in onder vreselijk kommervolle omstandigheden. En nu is men uit hoofde van politieke zieltjeswinnerij, is men bezig vrije dagen te verdelen aan etnische groepen, aan cultuurgroepen, om daarmee in de gunst te komen bij die groepen. In
komende verkiezingen. Ja, en want dat is het nieuws in Suriname. Bijna alles wat er plaatsvindt, wat er gebeurt, wordt afgezet tegen de mogelijkheid van vervroegde verkiezingen. Straks en dan is men aan het inschatten al welke positie men zou kunnen innemen als alles lukt. Maar goed, dus dat is wat betreft die Javaanse vrije dag, die bekend is gemaakt door minister Moharjo, ingefluisterd door zijn vader. En ja, ik ben blij dat aan Javaanse zijde, en met name deze Javaanse cultuurgroep die bezig is geweest in Nieuw-Amsterdam, daar ziet men het niet zo zitten, hoe men in feite met populistische maatregelen dingen doet waar de Javaan niet beter op wordt. Integendeel, er gaan nu allerlei stemmen op om al die vrije dagen die de cultuurgroep hebben gekregen, uit hoofden van politieke opzweperij in verband met verkiezingen, dat men die dingen weer terugdraait en gaat draaien. Niet de Kwailuku. Men gaat die dingen terug moeten draaien, omdat je er geen stap mee verder komt. En het is natuurlijk ieders eigen zaak om, wanneer er iets te vieren is, dat te vieren. Niks mag je weerhouden om het niet te vieren. Dus wij erkennen alle feestdagen en dagen waarop iets te vieren valt in de persoonlijke sfeer. Maar dus het komt er meer. Wij maken bezwaar tegen die nationale vrije dagen. Dat als je ze bij elkaar optelt, het aantal gevallen, dat men nationaal vrij mag nemen, of dat de vakantie moet worden doorbetaald, of het salaris. En dan wil ik u erop wezen, want dat ben ik gaan verifiëren. Als je uitgaat van een werkweek van 5 dagen per week werken, dan is het zo dat in Suriname al langer dan een werkmaand er vrije dagen zijn gegeven aan diverse cultuurgroepen. En dat betekent dat het land gewoon met medewerking van die regering 1 maand, dus een effectieve maand, stilstaat. Er gebeurt niks. Men viert feest. Ik denk nog sprekend over Javaanse feesten aan mijn vriend Ruben Kanai. Die had een waterfabriekje. Had hij aan de Indira Gandhi weg in de omgeving van Lelydorp. En hij was bezig met heel veel ijver en toewijding. Was hij bezig die waterfabriek aan de praat te krijgen. Dus hij heeft me een rondleiding gegeven door die fabriek. Migo. En toen vertelde Ruben mij dit merkwaardig verhaaltje. Dat toen hij pas was gaan wonen in Lelydorp. Ja. En in feite die fabriek had opgezet, een waterfabriekje. En hij had bedacht om dan niet de Surinaamse markt te gaan vervelen met zijn water. Hij zou proberen het water te exporteren naar het Caribisch gebied. Had heel goede plannen en was er al mee bezig. En wat gebeurde er? Hij kwam toen niet, want ik ben in die fabriek geweest. Als je binnenstapt in die fabriek moet je je schoenen uittrekken. En je moet een of ander plastic om jouw voeten heen zetten. Ter bescherming van alles wat gebotteld wordt daar in die fabriek. Dat er geen schadelijke bacteriën kunnen worden overgebracht. Die eigenlijk spelenderwijs de fabriek worden ingelopen. Daar had hij heel goed voor gezorgd. Ruben Kanai, de psycholoog, acupuncturist in Suriname. Die tegenwoordig om gezondheidsredenen in Nederland woont. En nee, ik ga dit verhaal vertellen, want het heeft te maken met het een en ander. Dus hij zegt, een dag kwam hij aan het werk. In zijn eigen fabriek, zijn waterfabriek, kwam hij aan het werk. Niemand was aan het werk. En niemand heeft hem afgemeld. Dus gewoon 0,0 personen in die fabriek. Hij raasde als een tijger. Wat is er gebeurd? Maar hij kreeg het antwoord niet. En toen na heel lang zoeken kwam iemand hem influisteren, meneer Kanai, die dina budo toch, budo. De Japanese heeft hier budo, de man ook houden ook al. En die man had pech, Ruben Kanai had pech, er werkte alleen Javanen bij hem. In Lelydorp. Wel, hij zegt tegen mij, zo is hij geconfronteerd geworden met die multiculturaliteit, waarover men zo hoog opgeeft. Maar plotseling was hij al zijn werknemers kwijt. Zo vierde Bodo. En hij zegt, ga
onderzoeken. Men neemt niet eens de tijd om jou te zeggen van... Baas, luister, vanwege culturele belangen kunnen we morgen niet aan het werk zijn. Nee, die mannen zeggen gewoon, bodo. En dan weet iedereen die afhang komt niet aan het werk. Hij blijft werken. En hij neemt zijn rustdag netjes. En nou goed, in ieder geval, dat is dus nog even een toevoeging bij de aandacht op de Javaanse cultuurgroep in Suriname en de activiteiten die plaatsvinden, en maar op particulier initiatief. En dat vind ik dus een verschil met wat ik zo net bekend maakte over die nationale vrije dagen, waar je op kosten van de staat, als het ware, het bedrijfsleven plat legt. Je berokkent eigenlijk het bedrijfsleven schade door die mensen te zeggen dat ze thuis mogen blijven om een of andere nationale feestdag te vieren. Dus ik zeg u eerlijk, als ik het ooit voor het zeggen mag hebben in Suriname, om wat voor reden ook, kan ik u verzekeren, ik schaf al die nationale feestdagen schaf ik af. Feestdagen mag iedereen vieren, in mijn opinie nogmaals. Ik maak dit programma, dus ik geef u ook af en toe mijn persoonlijke mening. Dan zeg ik het goed duidelijk van tevoren. Dat ik, omdat ik het ook, ik ben het ook zat, die vrije dagen die hier in Suriname à la dol worden gegeven. Want je wordt ermee overrompeld. Plotseling zie je dat je geen rekening hebt gehouden met het feit dat de winkel open gaat. En het blijkt, deze of gene houdt weer zijn cultureel feest. En dan hebben ze een nationale vrije dag. En zo wordt er met medewerking van de staat heel weinig gewerkt in Suriname. Maar goed, dat is de situatie, dat is niet anders. En bij God en in Suriname is van alles mogelijk. En ik moet u zeggen, men geniet er volle teugen van hier in Suriname. Niemand heb ik horen klagen over die vrije dagen. Ja, het bedrijf is jullie wel dat zij het moeten betalen. Maar als men eenmaal vrij is, dan is men vrij. Vrijheid, blijheid. Eerwel is het nieuws nu dat er in Suriname op 29 mei aanstaande, onthoudt u die datum goed, 29 mei, dan houdt de VAP interne verkiezingen. Ja, er zijn bestuursverkiezingen op 29 mei en je hoort allerlei meningen velen, zeggen met een jury, dat ze er niets van verwachten, omdat er maar één kandidatenlijst is en daarop staat meneer Santuki, die staat bovenaan die lijst. En dat is ook de enige kandidatenlijst. Dus, zegt men, er valt eigenlijk bij die bestuursverkiezingen van de VAP, valt er niks te kiezen. Omdat er is maar één kandidatenlijst, dus je hoeft er tussen niks te kiezen. Die lijst die is voorgedragen, die moet je kiezen. En het ziet er daarom ook naar uit, bij deze zeer ondemocratische verkiezingen, waar er geen alternatief is waarvoor je gaat stemmen, is de verwachting natuurlijk dat meneer Tsentigabesat weer herkozen zal worden voor een x-periode de voorzitter te zijn van de VAP. Ik gun het hem van harte en ik begin nu alvast hem zijn applaus te geven, want ik weet dat er een enorme druk is op het verkiezingsprogramma en op de verkiezingen. Overal hoor je het gonzen van de roddelpraat dat men de verkiezingen wil gaan vervroegen in Suriname. Santuki ontkent dat, maar hij is de eerste die het bekend heeft gemaakt. Bij zijn aanwezigheid in Nederland, in aanwezigheid van Willem-Alexander en al die andere hoogwaardigheidsbekleders, heeft meneer Tsentigabesat Santuki, president van Suriname, bekendgemaakt dat er in januari bekend zal zijn of er vervroegde verkiezingen komen. Hij heeft het in zulke gebrekkige zinnen gezegd dat hij nu alle reden heeft om die uitlatingen terug te trekken, want ze raakt de kat nog wel. Dus er is nu een verwachting geschapen van die vergadering van de VAP, die plaats gaat hebben op 29 mei aanstaande. En men verwacht er niet veel van in Suriname,
omdat menige Surinamer, ook diegenen die eens bij de VAP waren, of het alsnog willen zijn, weer terug willen naar huis, dat ze allemaal van hetzelfde klagen. Ze klagen over hetzelfde. Ja, dat er eigenlijk geen democratie in die partij is. En dat in feite nu al is klaargestoomd. Meneer Santoki heeft zichzelf klaargestoomd voor de verlenging van zijn voorzitterschap van de VAP. En wanneer dat straks ook gaat gebeuren, dan gaat hij nogmaals op zijn borst kloppen dat hij het voor elkaar heeft. En nogmaals, een gewaarschuwd man telt voor twee. Dus het zijn verkiezingen hoe dan ook. Maar vanuit VAP-kringen zelf wordt de kritiek geuit op de wijze waarop deze verkiezingen worden georganiseerd. Oké, dan Santoki die blijft dus de leider. En er is één kandidatenlijst. En en verder hoor je er niks bijzonders meer van. Nou, dan houden we het ook hierbij. Dan ga ik naar een beetje een schemerlicht in de duisternis. En dat is dat in Suriname de bevolking die allerlei verhalen hoort over mogelijke vervroegde verkiezingen, die is zich ook aan het prepareren op nieuwe politieke winden. En volgens de laatste berichten is opgericht in Suriname de nieuwe beweging. En in die nieuwe beweging zitten verschillende politieke partijen. En men is al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus die partij is een feit. En men verwacht heel veel van die partij, omdat in die partij allerlei principiële deskundigen zitten die in de afgelopen periode openlijk hebben laten weten aan de publieke opinie dat zij eisen stellen aan zichzelf in een arena-verband, in een groepsverband, dat er politiek bedreven wordt. Zeggen ze, kan iedereen hun volgen? Dus het komt er gewoon op neer. Ik moet eventjes dit zeggen. Iwan merkt het al aan mijn stem, maar ik zit hier in een ruimte. Ik word aangevallen door mijn scooter, joh. Dat is niet mooi meer. En die dingen brengen me van mijn apparaat. Dus ik moet even bekennen, ik ga nu niet voor de gek houden. Het is een beetje, en het komt door het weer, hè. Het is een beetje een drukkende warmte nu in Paramaribo. Ik versla live het weer nu. Het regent niet, maar de druk is toegenomen. Dat voel ik. Ik zit te zweten hier. En die muskieten rampen neer, maar moet ik zeggen, onder een tafel. Want ik heb mijn benen onder een bureau. En ja, ze houden van de duisternis, die akelige beesten. Dus ik word geprikt van alle kanten. Dus vergeeft u mij eventjes deze onderbreking. Ik was aan het behandelen, dus die bestuursverkiezingen binnen de VAP. En daarna was ik bezig met die nieuwe politieke beweging die verwacht wordt, die opkomst is. Omdat en de meeste mensen hier die de politiek volgen, die zeggen het is telkens meer van hetzelfde. En de hele Surinaamse bevolking snakt naar iets anders. En ik had u in eerdere uitzendingen al aangekondigd dat een aantal nieuwe groepen bij elkaar de hoofd hebben gestoken en een nieuwe beweging hebben opgezet. Inmiddels is die beweging al tot partij verheven. Dat wordt een politieke partij die al zodanig de verkiezingen in wil. Dat wordt dus een nieuwe groep om op te kiezen. Maar die groep is unaniem eens met elkaar dat ze niet een nieuwe partij willen opzetten. Maar ze willen al diegenen die teleurgesteld zijn in het verleden en toch hoop hebben dat het in Suriname anders kan, die hebben ze bij elkaar gebracht. En ik hoop dat dit succes kan gaan opleveren. En die gaan meedoen aan die verkiezingen. En, maar ze wachten nog een beetje met het bekendmaken van die groep, van die politieke partij, van die beweging. Die zich officieel beweging noemt. Dus ook als partij heten ze
de nieuwe beweging. En zij zouden worden gelanceerd, en daar was ik gebleven. Ik had hier en daar een vergadering met hun meegemaakt. En ze hadden aangekondigd dat 18 mei zij het levenslicht zouden zien, officieel. Die datum zou dan worden geboekstaafd als oprichtingsdatum. Maar ze hebben dat door omstandigheden moeten opschuiven naar verder in deze maand. Dus ik zeg het bij deze. Wanneer ik duidelijkheid heb van de leiding van die partij, zal ik bekendmaken wanneer van eind van de maand er een launch gaat plaatsvinden. Is het mooie woord, het Engels, het anglicisme, dat in Suriname graag gebruikt wordt om mee aan te duiden dat er een nieuwe groep gelanceerd wordt, een nieuwe politieke partij die wordt gelanceerd. En het zal dus eind van de maand mei of misschien zelfs in de maand juni gebeuren. Dus men heeft die datum die men beoogd had, heeft men verschoven naar achteren om moverende redenen. Maar in ieder geval, de discussie die plaatsvindt is dat iedereen vindt dat er veranderingen moeten komen. Je hoort overal de bevolking zeggen dat deze regering Santokki, die openlijk vrienden en familie heeft bevoordeeld, ja, dat die liefst nooit meer terug mag komen in het machtscentrum. Men heeft zijn buik vol met deze regering, van deze regering. Dus dat is wat ik vertaal, wat ik hoor op straat. Ja, ik vertaal alleen maar. Ik analyseer nog niet. Want die analyse komt straks. Dus, en je hoort ook dat men om de drommel niet wil in Suriname, dat meneer Bouterse terugkomt. Dus dat men heeft het ook gehad met de NDP. Ja, dat is de sfeer in Paramaribo. Geen NDP, maar ook niet veel langer de regering Chandrika Prasad Santokki, omdat die gebleken is politiek ontzettend zwak te zijn. Wat het politiek manoeuvreren betreft, zie je dat men een incidentenpolitiek voert. Men houdt van het ene probleempje naar het andere. Er zijn zoveel dingen aangekaart bij de regering die veranderen zouden moeten. En men heeft ook daadwerkelijk bepaalde dingen veranderd. Maar het gaat allemaal zo langzaam en zo hapsnap dat je soms, denk je bij jezelf, er vindt dan wel een kleine mutatie plaats. Maar in feite blijft de inhoud hetzelfde. Dan denk je dan, liever had men die energie niet vergooid en was men bezig doorgegaan met te regeren. Maar in ieder geval, er komt verandering. Die nieuwe beweging is een aantocht. En personen dus die bij die nieuwe beweging zijn, die zijn hier en daar wel bekend. Zoals men kent de heer Samson, die coördineert het een en ander, is een econoom. Er is in die nieuwe beweging zijn er ook mensen van de ABOP die het niet meer zien zitten in de ABOP. En zo komen uit verschillende politieke partijen mensen bijeen in die nieuwe beweging. En er wordt steeds positiever gedacht en gesproken over die nieuwe beweging. Dat toch het laatste beetje hoop is wat er nog hangt boven Paramaribo. Maar in ieder geval, dat is dus de nieuwe beweging in de maak. Ja. En ik wil die activiteit, die nieuwe ontwikkeling, om die een positie te geven, wil ik wijzen op de ideologie in de Surinaamse binnenlandse politiek. De ideologie in de Surinaamse binnenlandse politiek is abominabel gering. Men heeft geen. Je hoort zelden discussies over beginselen, over uitgangspunten. Kijk, één beginsel, en ik geef dat als voorbeeld, is bijvoorbeeld het Christendemocratisch Appel, het CDA in Nederland. Ja, die naam zegt het al. Het zijn christendemocraten, ja, mensen die christelijk zijn, en ze zijn democraat en ze zijn sociaal. Die vonden we moeten in een partij, en ze hebben die partij dus een samensmelting van verschillende religieuze groepen die ook met politiek bezig zijn, heeft men genoemd het Christendemocratisch Appel, dat is het CDA, en die hebben in jaren daarna de regeermacht verworven. Ze zijn heel lang aan de regering geweest. Dus het heeft gewerkt, effectief. Maar je ziet ook nu in Nederland een desintegratie.
van dat soort clusters. Die hebben geen de lijm waarmee ze waren, aan elkaar waren gelijmd, begint los te laten. En je ziet dat bijvoorbeeld ChristenUnie en een heleboel andere groepjes die uit die grote christelijke politieke hoek komen, die beginnen hun eigen weg te gaan. Ja, dat heb je dus ook. Je hebt dus naast degenen die zeggen we moeten bundelen, heb je ook diegenen die zeggen dat hun ideologie het beste tot uiting komt wanneer ze er particulier voor gaan en voor strijden. Nou, Suriname loopt er alles achter. Dus je ziet hier ook een dergelijke beweging ontstaan. Je ziet ook dat, om het hier in te vullen, in Suriname is de PSV, een voorbeeld van een christendemocratische partij, en die heeft in de loop der jaren is die ontbonden, die is een beetje opgeheven. Die deed nog wel mee, telkens pour la forme aan de verkiezingen, maar telkens nul op het orkest. Dus ze waren heel dicht bij het moment om te zeggen, nou stoppen ermee. Nou, maar misschien dat ze nu, bij deze verkiezingen, samen met anderen die met dezelfde problemen zitten, besluiten van laten we bundelen in een soort democratische partij, een christen of een religieus democratische partij, waarbij je ook de hindoes en de moslims verenigt. Dus dat hoor je ook wel. En dat is ook een van de dingen die ik naar voren breng. Omdat ik dat een goede zaak vind als het zo waar zou zijn. Dus dan is het zo dus dat er in die christelijke hoek zie je ook beweging bij de DOE. Ja, de DOE is ook zo'n partij geleid werd door een dominee. Dat is meneer Breveld, later heeft meneer Al-Faisi geloof ik, heeft overgenomen. En je zag dus ook die aspiratie om bij het bedrijven van politiek zich te laten leiden door christelijke waarden. Dus dat heeft in Suriname gebleken te functioneren, want na een moeizame start, de doe heeft heel hard moeten knokken om zich een bestaansrecht te verwerven. En dat is gelukt. En die zijn dus succesvol de verkiezingen ingegaan met 1-2 zetels. En het begon zo langzaam te groeien tot er weer een periode van desintegratie boven hun hoofd hangt. Dat is de doel. En dan heb je nou een nieuwkomer. Bij die vorige verkiezing was A20. Heeft helaas niet veel stemmen gehad. En dat A20, dat is de partij van meneer Steve Rijmen. En mevrouw Esset, die hoge ogen hebben gegooid, zijn heel bekend in Suriname. En men ziet toch wel enige hoop bij die groeperingen. En bij die christelijke groeperingen die met een leidmotief de politiek in willen stappen. Dus dat is, ik noem het een cluster gemakshalve. Maar ze zijn nog geen partij, ze zijn nog geen beweging, ze zijn nog geen groep. Maar ze vergaderen over dezelfde dingen. En soms met elkaar, soms zonder elkaar. Dus dat is, laten we zeggen, het ideologische veld in de Surinaamse binnenlandse politiek dat gekoppeld kan worden aan religieuze stromingen. Die mogelijkheid is er. Daarom haal ik het aan. En je ziet dat ze wel degelijk contact hebben gezocht met elkaar om af te tasten of er zo'n christelijk-democratisch appel in de lucht hangt. Dat de mogelijkheid is van samenwerken. Dus dat is één voorbeeld van hoe men ideologisch kan samenwerken. En dan heb je naast de DOE en de partijen die ik zo net heb genoemd, heb je ook van het verleden nog groepen die weliswaar op een christelijk ideologische basis bezig zijn geweest met politiek, maar die zich hebben aangesloten bij een Surinaamse politieke partij. En één daarvan is Steve Meyer, ja, niet te verwarren met Steve Rijmen, zijn diezelfde letters in een andere volgorde. En die Steve Meyer, die heeft zich aangesloten bij de NDP. Die kreeg zelfs een salaris, waar men een beetje schande van sprak. Die kreeg 6.000 per maand voor het geven van geestelijke adviezen aan de president. Geestelijke adviezen. En dat werd door die bevolking niet op prijs gesteld, maar in ieder geval, die is er nog. En die heeft zijn aanhang
heeft hij gesluisd naar de NDP. Dat is een van die redenen waarom de NDP ook behoorlijk groot gegroeid was. Omdat dit soort clusters van burgers die op basis van een christelijke grondslag, een religieuze grondslag, politiek willen bedrijven, dat die door hun herders en hun voorgangers en hun dominees, en die worden geloodst in het vakje waarin de NDP zit. En dus de NDP heeft gretig gebruik gemaakt van die mensen, hun stem. Ja, en dus dat gloort er aan de horizon in Suriname, dat er in die religieuze hoek iets te bundelen valt. En dan komen ook bij de hindoe-organisaties en de moslim-organisaties, die kunnen ook in clusters zich bundelen in een politieke partij. En dan heb ik u een voorbeeld gegeven van een mogelijke cluster, een samenwerkingsverband van verschillende politieke groepen met het oog op de naderende komende verkiezingen. En dan heb je dus als nieuwe groepering heb je de nieuwe beweging. Dat is rondom meneer Samson en meneer Balfour. Ja, daar groeperen zich ook bepaalde politieke groepen. En meneer Kuik heeft zich ook aangesloten. Nogmaals, dat zijn klinkende namen. Ik heb namen gezien van hoge functionarissen bij Staatsolie, die ook interesse hebben. En er hebben nogmaals veel kader, vooral Surinaamse intellectuelen, die zich hebben aangesloten bij die nieuwe beweging. Die zegt met zware pelotages te gaan werken. Niet iedereen te zullen toelaten. En ze willen echt de omwenteling van de eerlijkheid van de Surinaamse politiek. Bij hun is het nadruk op eerlijkheid. En dan heb je een bundeling van kleinere politieke groepen die op politieke grondslag worden verenigd. En dat zijn die liberale groepen in de samenleving, liberale kleine partijen die zich in een front aan het vormen zijn. En dat front wordt een beetje gecoördineerd door kader rondom de HVB. Dat is een afsplitsing van de Percaya Loer. En dan heb je natuurlijk die oude politieke partijen zoals Percaya Loer. Die blijven met elkaar samenwerken. Die zitten in de regering. En die vormen nu die aanhang van de regering Santikabasat Santuki. En dat zijn dus de VAP, de ABOP, de PL en de NPS. Die groep die is stabiel gebleven. De vraag is of DA91 zich daar gaat aansluiten of bij een van die nieuwkomers. Maar het nieuws van vandaag de dag, en daarom heb ik het behandeld, want ik ga nu zo zoetjes aan eindigen. Het nieuws is dus dat er in de binnenlandse politiek in Suriname allerlei onduidelijke bewegingen zijn te ontwaren, die erop duiden dat die bevolking zich aan het hergroeperen is in politiek opzicht. En daarvan kan ik dit zeggen. Er wordt gewaarschuwd dat onder geen enkel beding de NDP terug mag komen in die politieke arena. De NDP is door grote delen van de Surinaamse bevolking afgewezen. Gewoon afgewezen. Deze kan het vegen. Ja, hij heeft een gezegende leeftijd bereikt. Hij kan zich voorbereiden op een rustig einde in de politiek. Maar dat zijn partij, waar hij een puinhoop van heeft gemaakt, de NDP, die is niet goed geleid door Desi. En die had potentie om een grote, blijvende, duurzame partij te worden in Suriname. Maar men heeft die mogelijkheden niet benut. En nu vindt er een hele discussie plaats rondom Interpol en meneer Hoefdraad en allerlei deskundigen die komen uitleggen waar de mogelijkheden zijn. Maar je ziet dat in feite die Interpol ook voorzichtig is. En die wil niet zomaar meewerken aan het criminaliseren van een Surinamer. Dat is op zich lofwaardig. Maar aan de andere kant slaat Suriname enorme blunder erdoor. Dat dus zich
dat antwoord van een Interpol op een brief van de Surinaamse regering om mee te helpen, een ex-minister, hoeft dat op te sporen. En Interpol zegt, nee, daar gaan we niet aan meewerken. Dat is dus een klap in het gezicht van de regering Santokhi. Ik heb geluisterd naar de argumenten die meneer Santokhi gebruikt om zich vrij te pleiten. Hij gooit het voornamelijk ook op de procedurele kant van de zaak. Hij zegt dat het nou zo, eenmaal zo is dat een klein comité er bij Interpol allerlei beslissingen worden genomen voordat men aan die hoofdmoot begint. En dus dat hij het niet zo somber ziet zitten. Dat heeft een andere versie van de zaak. Maar nog, ik kom op die analyse weer terug. Ik kan niet elke keer het gaan hebben over meneer Hoefdraad. Maar het is wel spannend in Suriname, omdat Hoefdraad nou eenmaal de minister van Financiën is geweest. En daar hebben vele deskundigen hebben bij het aantreden van Hoefdraad gewaarschuwd aan de Surinaamse regering dat de conceptie die hij in de praktijk bracht, die hij implementeerde van de economie, van de Surinaamse economie, niet een juiste was. Dat hebben economen aangegeven, dat is niet mijn visie. Economen, en ik noem er één van, meneer Samson, onder andere heeft als eerste aan de bel getrokken. Die begon zelfs te spreken van dat Hoefdraad de tuinman zou zijn van het IMF. Daarmee doelende op zijn helemaal verkeerde insteek in de Surinaamse economie. En aan de andere kant wiezen andere mensen erop dat Hoefdraad gestudeerd heeft in Cuba. En dat de Cubanen, men weet de economieën van die socialistische, communistische landen zijn deterministisch, zijn gesloten circuits met een enorme power aan de overheid. Overheidsgezag snijdt mee in alle budgetten. Dus, en dat vindt men in het Westen ondemocratisch. Dus het feit dat Hoefdraad zijn opleiding heeft genoten in Cuba is geen pre, maar geeft wel aan dat hij dus A, wel op de hoogte is wetenschappelijk, maar B, uitgaat van het economisch denken in totalitaire staten. En in een democratie werkt men nou eenmaal anders. Enzovoort, enzovoort. Dus ik ga niet in discussie en ik ga eindigen. Ik heb gezien dat ik ben gekomen op het einde van mijn programma. En dan heb ik voor de volgende keer een groot conflict dat aan het opdoemen is rondom een palmoliefabriek van de Chinese Zhonghengtai. Zhonghengtai die heeft al jaren geleden met de Surinaamse overheid is men overeengekomen om palmolie te gaan winnen in Suriname. En ze hebben nog niks gedaan en zijn er vandoor gegaan al met heel veel grond. Ze hebben zo'n 40.000 hectare moet zijn grond dat Zhonghengtai heeft gekregen om daar een palmoliefabriek te gaan opzetten. En dan moet u nagaan, wij hadden al een palmoliefabriek, Victoria. Ja, en die fabriek is aan flarden geschoten door meneer Brunswijk. Ik heb nog een goede vriend van mij, meneer Wilfred Bilgerdijk, die heeft van die fabriek iets proberen te maken, maar die moest spoorslag vertrekken uit die fabriek, omdat hij gewoon daar werd weggeschoten door Ronnie Brunswijk. Dus die heeft behoorlijk wat op zijn lever om te komen uitleggen. Maar in ieder geval, dat onderwerp is weer nieuws in Suriname. Wat heeft Zhonghengtai gedaan met zijn concessie? En waar blijft dat geld? Dus altijd gaat het om geld, wat verdwenen is. En dat heeft u van mij te goed de volgende keer. Verder zou ik zeggen, dit was het einde. Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Odi, odi. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Ja, Iwan.